Was gebeurde in deze farming aflevering met Thijs en Dree? Jongens, goeiedag. Welkom bij de nieuwe serie met Thijs en Dree en binnenkort nog wat meer mensen. We zitten in een map, hoe heet het ook weer, Maid Grove of zo. Ah, ik zal wel even zien waar die zit. Ik sta gewoon in de modder deze map. We gaan hem lekker een beetje beun. Ik ben mijn boerderijtje. Ik en André zitten een beetje in de landbouw en met de queen. En er komt nog iemand bij in en die gaat een beetje met schapen bezig en zo. En we hebben een dikke sluiter, we hebben een fan favorite, daar een kleine fanje in bij. En wij hebben een oldtime machine, een rode Giltner of zo, zo heet, volgens mij. Ja, zoiets. En gewoon een beetje lekker beun. En we nemen jullie mee. En met leuke video's. En hoop dat een beetje mooi te kicken is. Die combine die haap is als een. Ja, wacht nou even, André. De auto opslag moet erin bij langs. We moeten neem zo wat dingen aanpassen, jongens. Maar we zijn er zo weer. Ik heb hier een maaiertje voor die. Speciaal overleverd met PostNL. Oh, ik moet hem over die pellen. Ik ga hier niet mee maaien. Ja? Moet ik hier mee maaien? Met dat maaiertje. En met dat trekkertje. Dat wil wel hoor. Nou, misschien moet je eerst een kummerstrooitje halen of zo. Welk stuk moet ik maaien? Ja, maai maar een stukje ergens. Ja, we hebben maar één grasland. Nou, mag ik wat bico? Nee, dat doe ik wel, wacht even. Of mag ik nog ergens een beetje gras in zooien? Ik koop er wel een stukje bij. Nou, niet te dik, laat niet onderin, hè? Gewoon bij je boom in als het kan. Veld 17 en 18. Koop je die in één keer dan? Ja. Wat moet dat kosten dan? Dan moeten we ook nog even een schuddetje hebben, zo'n kleine schudder. Die heb ik voor mij al gekocht, maar die helemaal boom. Daar ligt door. Maar een schudder, ik heb er wel een haak. Is toch? Nou, je moet niet zo'n grote ding hebben, want ik heb niet zo'n grote. Nou, dan was dat weer een bico. Tot mijn beschikking, ja. Nou ja, ik en André hebben zo'n gemengde drie, jongens, dus dan kijk je hoe dat ding boy. Oh, dat is een waarde van 110,95,2. Hè, hoeveel? 110. Als ik veld 16 en 21 koop, dit gaat lastig worden. Ja, nou dan moet eerst de overraadbank hebben. Ja. Dat moet in de doel. Zo'n oude wet. Maar daar hebben we ook niet meteen de dikste overraadbank voor hoor. En dat kunnen we niet betalen. Nee. Ja, we lenen wel wat. Maar we kunnen alsnog ga ik niet die dikste overraadbank kopen. Geld lenen kost geld. Ja, zeg dat wel. Nu lust is ook wel volk naar de rodeo spadjes heb ik dit, hé. Rodeo spadjes. Met André en Ties aan toe. Oh, ik zit weer bij dat bakje omhoog hier. En jongens, voordat je een lijntje kan maaien, moet je eerst wel wat in de zakken.
Ik ben al aan het maken. We kunnen denk ik beter een Erebor ruiken kopen of zo binnenkort. Dat liep me wel een keer mooi. Engels mapje. En hebben ze in Engeland hebben ze ook wat die vis en chips. Dus dan moeten ze ook Erebors verbouwen. Dan hebben ze er vast ook wel liggen. Ja, jongens, ik was... Het is me lukt. Ik heb de berg heb ik in het land gekregen. En dan moet ik hem hier achterhoek draaien. Met de kombijn. Ja, die trekkers zijn hier ook zo fucking. Hij gaat erin uit vloek, dood. Dan zal ik ook dit gisteren helemaal afknippen. Dan kan ik nog vast. Dan wijk ik een trucje op. Kunnen we weten dat de combine wegvloogt, maar dat is dan uiteindelijk. Ik ben zo'n toppe jongen dat jij niet weet nu. Ik had een bak van mijn trekker had ik niet omhoog gedaan. Nu zit er allemaal gras in die bak. My god. En nu komt er niet meer uit jongens. Je mag hier zijn mooi duster ook vol. Nou jongens, ik ga hem lekker knippen. Jongens, goeiedag, ik ben weer even terug. Ik heb het tankje zo'n beetje vol zitten. Ik heb bijna twee rondjes om kabak en ik zet zo helpen daar helemaal op. Ik zet hem dus in mijn sleuteltje, ik neem neer mijn karretje. En dan vervangt André zo de sleutel met karretje. Dan doet hij hem die andere, dat kleine trekkertje, de koenboerderij voor. Dat is, ik weet dat ding ook alweer, André. Gulden of zo? Ja, dat is een ouderwetse trekkertje van de jaar 0. Nou, dat doet niks. Maar dat doet niks, jongens. Kwaliteit. Dus we gaan... Dat laat de pret niet bederven. Nee, en dan gaat hij hem de sleutel gebruiken. En dan gaan wij hem met de vent een beetje bezig. En dan gaan we eerst eens even de sleutel in het karretje zetten. Want karretjes zijn nog op goede boerderier. En als ik nou die sleutel naar die touw breng, nou die sleutel. Dan neem ik van die en dat trekkertje met. En dan neem ik niet zoveel te doen. Want dat scheelt jou weer. Ik rijd nou die sleutel naar die touw en dan moet ik van doen hem de gulp naar hem.
Ja, maar ik ben nog niet klaar maaien. Ja, dan ga je zo'n man met de sluiter. Dat ken je. Dan moet je eerst even aanpassen. Ja, of je moet straks zeggen, ik rij liever helemaal om en dan rij ik straks wel, maar dan heb je wel wat langer werk. Nee. Dan moet jij met het land opkomen. Ik kom er en. Dus het hek naar dicht down, hè? Daar ben ik ook niet langs gekomen. Nee, kind. Vol. Moet je ook even die bak omkieperen, want daar zit ook wat in. Dat kan jij, dan moet je maar een knapje drukken. Doe jij dat, hè? Dan maak ik dit stuk en ga wel. Dan moet ik hem naar de winkel. Ik zie nog een deur, maar niet op 17 of is dat aan mijn kloof? Oh, ik dacht hem gaan schudden. Dat kan ook, maar. Schudden, nee, je moet harken, hè? Stap bij Mavia. Rijden, lul. In dit bakje. Hoppa. Ook weer lekker op één plek. Ja, dat wil niet anders met dit ding, joh. Is het handig om dubbel lucht op deze trekker te hebben? Nee. Nee, hij is niet, hè? Moet ik hem doormaaien of verzetten? Ja, je mag hem wel doormaaien, je mag ook gaan harken, maar hetzelfde was toen wild, maar je moest maar even in de kuilbult gooien. Het is best ja, maar, ik ga eerst hem één ding, één wat minst. Ik vind deze trekker met dubbel lucht heel mooi, maar het is niet echt praktisch of zo. Daar heb je glijding. Ik weet toch gewoon. Het is niet normaal. Dit ligt hartstikke mooi, jongens, maar het is nooit dat we allemaal hier zo. Tenminste, als ik hier wat voor een mapje wie zit. Dan valt het met deze trekker ook nog wel meer hoor, want ja, dubbel lucht, maar het trekkertje is ook nog smal. Maar als er geen dubbel lucht onder zit, vind ik hem denk ik nog handig. Kijk, ik lief in alles tegen. Oh jongen, dit is niet zo handig hier. Oh, ik kom op een ongeluk hoor, doe. Ik is hem doorheen, goed zo. Yo, tot zo. Zit ik goed? Oh, ik zit alweer onder de boom. Nou, dat is ook weer waar, Dirk. Godverdomme, ik weet niet waar die winkel is, man. Nou, ik zit alweer onder de boom. En hoe dat in één keer kan, geen idee. Maar ik zit er wel. Oh, ik sta ook weer binnen. Oh, ik sta weer op de wiel. Oh, een bliksem. Waar is die winkel? Doef. Dat dubbel lucht ga ik hoogst persoonlijk zo meteen afschroeven. Ik mocht gewoon de spokjes in lussnieden. Accuflex. Oh, de hek is ook weer dichtgevlogen. Waar is dat nou weer dan? Dat heb ik hetzelfde. Maar dat ding in de bek zat van dip. Dan mag ik weer allemaal een rondje rieten. Ik hou deze trekker en mijn tijdje tot mijn beschikking. Ik hou deze trekker en mijn tijdje tot mijn beschikking. Ja, je gaat dus maar zorgen dat er wel gras in de kuilbund komt en dan komt dat wel goed. Op zich wel een mooi trekkertje hoor, alleen hij riet nooit allerbest. Nou, hij riet wel, maar nooit allerbest. Dan hoor ik deze trekker. Ja, maar het kan ook aan de game liggen, hè, want. Nou, hij stuurt een beetje, niet zo, nee, hij stuurt iets zo schaap. Het duurt een tijdje voordat er keert, soms voor zo'n pokje steek. Dat doet niks. Maar dat is maar alle handig. Handig.
Nou, kijk hem broers me in de top. Oh. En je vatten die de broers omhoog, joh. Dat ding wat hier staat ga ik verkopen, maar wat nu nog bij de winkel staat. Nou, doe het maar. Ik zal het ding nog even in. Heb ik een stukje aan lood gezet. Dat is een veel te groot ding, ja. Bij helpen. Hé. Hey. Hm? Begint alles beter te worden. Mooi. Af en toe heb ik nog een... Een momentje. Kijk, kijk, bam, 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 bam. Ik zal zo kijken wat ik hem moet te zijn. Nee, ja, aan de liefde nooit meer te zijn. Je mag nog wel een ploeg. Ik moet er nog 14 en 13. Mag ik er ook een persoeltje gras in zijn? Dat mag wel. Zit hier al zo in? Nee, het zal deze zijn zo in, ja. Die is gewoon weer rond. Je moet wel oppassen, hè? Oh ja, beetje kwartver. Maar kijk, doe maar zo ook bij elkaar gewoon. Wat doe je aan elkaar, maar ook bij je familie aan elkaar. Ik ook. Ja, pas op bloedste moment. André is een beetje gay, olé, 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 olé. Tjekke tjekke boom boom, tjekke tjekke boom day, thuis is hem. André Malie. Olé, olé. Allemaal soort in de vette stad. Olé, olé. André zingt op de play, olé, olé. Olé, 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 olé. Nou, dan is dat een stik vol zoord. Ze moeten die ding gisteren ook. Oh jongens, ik heb een apper. Is toen een apper? Ja man. Poh, vertel. Wie denk je toen, jongen? Wat doe je? Nein, mens. Nein, dat is hem niet, ja. De vriendin? Morgen... Ja. De lady. De lady. Zo jongen. Ook zal ik altijd de lady. De lady, de lady, de lady. De lady, de lady, de lady. Morgen dikke hits pompen jongens. Oh nee, dan staat dit ding nog niet online. Dat weet ik niet. AM 14 en gewoon weer hem zijn. Gras, dacht ik. Hij moest in 14 graas hem doen. Ja, ja. 13 moet nooit, want ik woon bij je landbouwgrond overal. Thank you.
Goeiedag jongens, wie ben weer back. Want wie ben net in, ben in mijn site. Nou, kijk, dat is hartstikke leuk natuurlijk, dat site. En dit is zo'n beetje. En we hebben nog wat te vertellen. Want kijk, normaal gesproken is het op de vrijdag natuurlijk, op de vrijdag dat de farming is. En we hebben dus nu bedacht dat, kijk, we doen dat gewoon op de vrijdag te doen. Maar dat is niet garandeerd dat het elke vrijdag er is, want er zit veel werk in deze aflevering. In tegenstelling tot vaker en zo, want je moet ten eerste moet je allebei kunnen. André moet kunnen, ik moet kunnen, straks moet Simon de Vries ook kunnen. En dat moment is er niet altijd. En dat moet ook allemaal geëdit worden. En er zijn wel video's waar wij opnames een uur in hem zitten ongeveer. Al met al. En als je kijkt met mods en zo. En daar zijn we natuurlijk nu mee bezig. Elke week dan. En ik ben ook wel een uur aan het edit. En misschien wel twee uur aan het rennen. Dus dat is op zich wel een beetje het idee. Dat, dus er zit heel veel werk in deze aflevering. Dus daar moet je een beetje rekening mee houden. Het komt dus waarschijnlijk niet elke week. Omdat het simpelweg niet lukt. Dus dat jullie het in week. En dan gooi je nou in verder, want ik heb hier dat dit ding. En dan gooi je nou over op wat zo weer zijn in je kool zo. Sluit dat me hem. Nee. Nee? Sojaboon, ja. Bladeramanaas, tarwe, gerst, haver. Koolzaad. Koolzaad? Inland 13, koolzaad? Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Dan moet ik het open bui en dat doet het niet. Ik ben hartstikke druk aan die beeldjes bij elkaar brengen. Dat is toen nooit weet. Zo moet ik het wel op kunnen pakken. Nou, dan gaan we nou in het begin niet zo te zijn. Koolzoten. Ik wil hem kijken bij de kombon. Zo'n beetje zo bijna kloe, hij zal op de schilder door. Zo. Dan vult de vaten erin. Nou ja, cultivator, ik heb een cultie en zaaier en niet met schuur. Daarom heb ik ook wat smallere zaaier. Want dat doet niet. Alles op de titel, hè? Alles op zijn titel, alles op zijn titel. Nog wel gewoon mooi aan beurt te doen, dat doe ik bij die de lady bel. Toch? Ik bel het ongeveer kwart over acht of zo, denk ik. Oh, dan gewoon lekker doen. We hebben bijna een uur opname dat op zich nu. Zet hem precies bij de uur maar uit. Nee hoor, dat moet niks goed. Die aflevering met toch anders. Is de prijs van gerst een beetje hoog, Helms? Lekker in mijn loop. En kijk. Och, gadverdamme, dan ging 600 de Q. Dan heb ik nog geen 10.000 euro in het kaartje zitten. Nou, dat gaan we niet doen. Dat moet echt gebeuren. Ik zal ze in de silo gooien, ik heb een silo. Ik wil even kijken of er nog wat van ons bij 100% klaar is, hè? Ja, dat was spoor. Silo van ons is volgens mij nog niks kloven. Nogal wel niks. Ja, nog een stukje gras. Ja, dat is toch zo wel mooi. Ik ga eerst eens in deur met zaai. Kunnen ze. Ik moet ook nog een kaartje op met de trein. Eerst in de spul op dat. Zit nou die loosplek achter de deur? Open door. Kijk, iemand loopt. Close. Ik heb met hem silo close. En zo. Daarom heb ik dit gekocht hier aan de. Die zegt silo. Ik denk nou, voor landbouw zit een mooi plekje, anders loopt wel voor zo'n toxin hier. En er was hier ook net iets roemer als op koeienboerderie. Dus. Dat scheelt. Nou, toen.
Oh. Ja, dat is allemaal mooi hoor. Dan gaan we hier er mooi maar even in. Ja, die trekker die stuurt een beetje lomp. Oh, daar heb ik ook last van. Gersen dat ding uit. Hier op zo'n paar. Kom ik aan hoor. Je moest wel een beetje aan de kant gaan doen. Oh, blikje. Onze nieuwe onwinst. Is te mooi. Zo, dan moet ik nu even deze trailer eerst configureren. Een smalle band. Met een smalle band moet gewoon een gewone wiel. Die dikke wiel er helemaal afpleuren. Wat ben ik nou zat van? Waarom eigenlijk een andere trekker? Je moet nou met dikke band. Nee, dat wil je niet, anders komen we hier niet langs. Dubbelaagde wiel. Smalle, dubbele wiel. Nee, gewoon een wiel. Standaard. Bam, 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 bam. Wat zei je? Die ba. Nou, wat is er mee? Oh, Meijer aanhanger zei dat. Ja, hier is nog even Klaas. Open, niet zo duur. Ik wil ik geen gezoen van hem, maar anders kijk naar hij dat kan. Die gewoon achter die kaart. Achter die kaart, dan neem ik daar gewoon mee dan toe. Van lange brug denk ik dit. Een dingetje zo laag, want die zijn maar absoluut geen idee. Er zit al 10.000 kub gras in. In de Jan. Zo, als het goed is moet ik er nou een beetje afbeelden, hè? Maar ja, dan moet ik ook natuurlijk wel weer wilden. Dat is ook belangrijk. Zo, nou moet dat lukken. De mooiste moet nog opruimen en er langs. Zo, dikke slipwievers ook met die combine. No. Ja. Sloop de tent. Sloop de tent, wat nou André, wat nou? Ik heb denk die, hè? Zo, ik zit dus hier een parkeer. De boom een beetje aan de kant. Hij killed. En dan kijken we achter de boerderij nog een plekje is verder. Oh, kijk wat een loods heb ik hier nog. Heb ik helemaal niet eens zien, man. Dat kan er makkelijk in staan. Hier is nog wel een beetje ruimte van. Dat is ook maar een mooi perceeltje hier in Oost. Waar bist u dan? Nou, gewoon een boerderij. Hier achter zit nog een hele mooie loods. Laat ik werk nog niet eens west. Nee, daar ga ik zo weer in met bezig. Ik moet eerst deze weer hebben weg. Gewoon in de baan parkeren. Ik zit nu alweer vast. Hou wat aan. Kom boerderij niet op met die dikke trekken. Moet ik dan een beste draai mop? Niet zo. Moet ik doen, nee. Ja. Nou ja, kom wel een keertje steken. Een keertje. Oh, door mag wezen. Of kom zo naar midden houden. Dat is mijn combine tail. Nee jongen, je moet even naar mij toe komen. Ah,
En goeie! Poh, wat mooi nusje graas hier zo. Hij is leeg. Nou, mooi, 23 kuub, alles hoort nog wat, jong. Nou, André, kom eens even, jongen. Nou, jongens, tot de volgende aflevering. Wie gewoon weer hem van deur. Wie gewoon zo weer deur met beun. De volgende aflevering. En dat is waarschijnlijk volgende week. Maar dat weet ik nou zeker, jongens. Dus tot de volgende. Mooi.